Dit is een verhaal dat wij moeten vertellen. Ja, ik ben opgegroeid met jongeren die ik ken, waarmee dat ik in de klas heb gezeten en ik heb ze zien vertrekken naar Syrië. En voor ons als moslim-Belgische Marokkanen was dat wel zo heel confronterend en pijnlijk om te zien. Maar we wilden ook wel voor een breed publiek maken. Een grote rollercoaster aan een actie, liefde, emotie, wat we gewend zijn van de jongens, maar dit meer met diepgang. En dat is wat Vlaanderen nog niet heeft gezien van deze gasten. Het was letterlijk alsof we zelf in de oorlog waren. Aboubakar Rocherme heeft zijn neus gebroken tijdens een stunt. En hij heeft de helft van de film eigenlijk met een gebroken neus gedaan. Dus zo zie je dat hij echt een echte soldaat was. We zijn zo blij om deze film hier te kunnen presenteren voor onze familie, voor onze vrienden. Ik ben van Molenbeek. Dat is Yana Pabuku. Hier is het begonnen, dus hier moet het zijn. Like Drake said, started from the bottom, now we're here. En we hopen dat we nog boven en boven gaan en boven en boven geraken. Si on va à Hollywood, serait génial, génial. Mais pour le moment, j'ai fait mon premier film et incroyable. Ik vond hem fantastisch. Ik vond hem echt, echt fantastisch. Wauw, joh. De kleine El Arbi, man. Dat is de grote El Arbi, denk ik. Nee, ik ben echt onder de indruk. Een diepe buiging voor alles en iedereen die eraan heeft meegewerkt. Ik ben nog even stil, eerlijk gezegd. Komt keihard binnen. Echt heftig, maar het is zo mooi gebracht. Het ziet er gewoon echt heel internationaal gemaakt uit. Het is echt crazy. Ja, het is wel degelijk de strafste film die ze ooit gemaakt hebben. En dat is geen geringe prestatie, want de lat lag al heel hoog. Ze hebben al fantastische films gemaakt en hiermee overtreffen ze zichzelf. En ik heb het gevoel dat er nog maar het begin is van heel veel dat nog gaat komen. We're just trying to survive, like you.